Spanning in de 538 studio's en het wordt Spanje, Chili en Australië. Makkie. Makkie, ja? Makkie, ja. Gewoon eerste. Drie keer winnen. De prijswinnaars van de loting met echte ballen mochten samen met Richard Witsche en Aaron Winter de loting kijken. Ja, waanzinnig. Ik heb mijn vrienden hier meegenomen en goed ontvangen ook. Lekker gegeten met z'n allen en de loting gekeken. We zijn Shane heel erg dankbaar dat hij ons uitgenodigd heeft. En het is echt lachen hier. Aaron en Richard, dat zijn ook echt super gassen. Dat is echt heel tof. Vooral Richard met zijn bitterballen natuurlijk rondgaan. En doet hij heel goed, doet hij heel goed hier. Twee broodjes frikandel, een broodje kroket en de bitterballen eten. Ze verhongeren hier in ieder geval dus niet. Nee, ja, Richard kan het weten, want die moet iedere keer rond met die schalen. Dus hij weet het wel. Even serieuze dingen, de loting. Wat denken jullie van de pool? Nou, ik denk een vrij redelijke pool. Je hebt de slechte kunnen treffen. Spanje is natuurlijk heel sterk. Er zijn geen slechte tegenstanders, maar Spanje is natuurlijk de favoriet in de pool. En dan komt Nederland wel, denk ik. Ja, Spanje, ja, altijd lastig. Kijk naar het vorige WK. Iniesta, het zijn natuurlijk allemaal grote vedettes. De teen van Casillas? Ja. En Robben die is de dag net niet had en misschien te laat naar bed gegaan of een biertje te veel gedronken. Maar een nieuwe ronde, nieuwe kans zou ik zeggen. Chili is een Zuid-Amerikaans land. Dit zijn toch landen die willen graag voetballen. Maar toch wel een ploeg die, als het erom gaat, dat ze echt toch wel alles kunnen geven en iets zelf heel lastig kunnen maken. We gaan ze pakken volgend jaar, Spanje? Ik zeg 2-1.